heb het allemaal nog eens even laten narekenen op de zaak. Ik heb daar een mannetje voor. En als het goed is, is pa goed voor een miljoentje of 6. Als wij morgen naar de beurs gaan, dan weet ik nog een leuke Silicon Valley start-up. Waarom heb je zo'n haast? Die gasten zijn wizards. Ik garandeer jou dat die 6 miljoen van pa binnen nu en een jaar 10 keer zoveel waard zijn. Dan kan ik eindelijk eens een keertje die oude Bugatti kopen. Lekker races rijden naar de Côte d'Azur, champagne drinken en een paar 3 sterren tent bezoeken. Ja, daar heb je geen kloot aan als die flik van je niet werkt. Hè? Heb jij enig idee hoeveel die oude waard is? Jij wilde toch zo graag een strandtentje erin in die pizza? Nou, elke dag met mijn kont in het zand. Een rummetje erbij. Drie geile chickies in bikinis. Elke dag zon. Een beetje spul erbij. Dat is wat jij altijd al wilde, broertje. Ja, het kost zoiets dan. Dat maakt helemaal geen kont uit. Als jij wil, kan je strandtent beginnen op Ibiza, Florida, Jamaica. En het allemaal van knaken van die ouwe. Ja, natuurlijk. No problem. Als wij morgen naar de beurs gaan, dan zit jij binnen 2 maanden... met je reet in het zand tussen de dikste, vetste booty van heel Jamaica. En elke dag een lapdance. Fuck, dat zou mooi zijn, zeg. Hé, en wat vindt zus lief ervan? Michelle is een stoffig kutje met een vaste baan in het onderwijs. Daar valt niet zo heel veel van te maken. Hoe is het met pa? Uiterst tevreden. Hoezo? Dit is gewoon prima. Kijk nou eens hoe onschuldig we hier zijn. En jij in het bijzonder. Nou ja. Ja, jij neemt toch wel kinderen? Hier, heb je ook al kort haar, zie je het? Ja, dat vond vader nou helemaal mooi. Net als moeder. Luister. Je bent de enige van de familie Bergwijn die het kan. Ben je eigenlijk pot? Heb je ooit wel eens een meisje gebeft, zus? Luister eens. Vader is goed voor ons. Mooi, hè? Zal ik hem hier ophangen?
Ik zou je niet willen missen, jongen. Je was altijd mijn favoriete zoon. Je was altijd de beste. Doe nog één keer.